Oppenheimer, die film. Ja. Over de ontdekker van de atoombom. Ja, of zeg jij ook weer de ontdekker van de atoombom? Ja, dat hoor je in al die promotjes. Ja, ontzettende kletskoek van de ergste denkbare soort. Zelfs de kwaliteitskrant had een kopje. De vader van de atoombom. Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren, wat allerlei verschillende leiders had. Of je nou Leslie Groves neemt of desnoods de minister van Defensie. Oppenheimer was de leider van de wetenschappers die in Los Alamos zaten. En hij was zelf een briljante wetenschapper en door zijn briljantie en levendigheid heeft hij daar op voortreffelijke wijze leiding aangegeven. Maar hij is niet de vader van de atoombom. Dat zijn hoogstens al die lui bij elkaar. En bovendien dat er een atoombom mogelijk was, dat was alle natuurkundigen al lang duidelijk vanaf het allereerste moment dat een atoom gesplitst was. Simpelweg omdat daar een soort van restenergie bij vrijkomt die van gigantische afmeting is. Maar vader van de atoombom, dat is toch, ja, ik vind dat hoogst bedenkelijk. Okay, maar dat is dus de ontdekker van de atoombom of de uitvinder van de atoombom. Nee, de atoombom was al lang en breed uitgevonden, als je het zo wil definiëren. Dus dat is toch het probleem ook. Die film is dan gebaseerd natuurlijk op die uitgebreide Oppenheimer biografie, die overigens volgens mij al een jaar of 10, 15 oud is. Hè? Maar je hebt wel eens het gevoel dat eigenlijk in de moderne samenleving, het is pas wat als er een film over gemaakt wordt. Hè? Er werden ook in Amerika, begrepen, kaartjes verkocht. Dus zowel voor Oppenheimer samen met die roze film. Barbie, de Barbie film, ja. Dat liep hartstikke lekker, de combi-ticket. Dat is wel een hele wonderlijke zaak natuurlijk. Maar historisch gezien dus onjuist wat er wordt geopperd. Ook in de kranten en de artikelen over de film. Overal waar je leest, de vader van de atoombom, de ontdekker van de atoombom, dat is de grootst mogelijke kletskoek. Dan heb je echt helemaal niets begrepen van het complexe, langdurige en zeer omvangrijke proces wat leidt tot de twee eerste atoombommen. En alleen al natuurlijk het proces waarmee je verrijkt uranium moet produceren, want anders werkt het niet, of plutonium. Ja, want tenslotte hebben ze twee heel verschillende bommen gebouwd, een uraniumbom en een plutoniumbom, die allebei prima bleken te werken trouwens. Ja, ik betreur het dat zoiets dan in de greep raakt van, ja, van die kletskoekmachine, om het maar even zo te zeggen. Ja, heb je daar toch nog een keer uitgebreid in verdiept in die atoombom? Zeker, ik heb er nog eens een boekje over geschreven. Ja, eigenlijk zoals gewoonlijk, omdat ik zelf wilde weten hoe het zat. En wat is je daarvan bijgebleven? Wat ik nu in heel korte paar enkele zinnen heb vermeld. Dus meerdere vaders, meerdere ontdekkers? Op het moment dat in Duitsland de eerste splitsing van een atoom had plaatsgevonden. Alle natuurkundigen zeiden, nou ja, dat heeft verstrekkende gevolgen. Ze hebben allemaal gezegd, dan is er ook een bom mogelijk. Maar ja, ze begrepen ook allemaal wat daarvoor nodig was. Overigens, de eerste min of meer juiste handleiding over hoe zo'n bom eruit zou moeten zien en aan wat voor eisen het hele productieproces zou moeten voldoen, is eigenlijk door twee, volgens mij, Duitse natuurkundigen in Engeland op papier gezet. En als je nou toch iemand, dan zou je die twee vaders, zou je dan maar moeten benoemen. Omdat natuurkundigen allemaal prima begrepen wat er aan de hand was en wat je zou moeten doen om een bom te bouwen. Die alleen gebouwd is, zoals we weten, omdat ze bang waren dat de Duitsers er ook in zouden bouwen, terwijl het is in Duitsland, ze hebben nog een soort proefreactortje gebouwd en zelfs dat is nooit geactiveerd. Duitsers, als zodra Speer de baas wordt van het productieapparaat, met de dood van Fritz Todt, dan zegt Speer, dat is volkomen zinloos. We kunnen het wel, maar dat gaat jaren duren. En dat is het bijzondere van de Verenigde Staten natuurlijk. Dat ze een gigantische hoeveelheid geld tegenaan hebben gegooid. De tragiek van Oppenheimer is dat, laten we zeggen, het dorpse Amerika het altijd weer aan stekelijke, stomzinnige, achterlijke Amerika, we hebben het ook met Joe McCarthy al besproken,
in feite meedogenloos met hem afgerekend heeft, omdat hij gelijk had, gewaarschuwd had dat de waterstofbom een totaal nutteloos ding zou zijn, gewaarschuwd heeft tegen die idiote nucleaire wapenwetloop die er gevolgd is. Het is, nou ja, het stemt je weer zo wanhopig eigenlijk. Amerika is een land met een, in allerlei opzicht, dat het ding in no time ontwikkeld is, kon alleen in Amerika. En tegelijkertijd is Amerika altijd weer de fontein van stomzinnigheid, waar je denkt, hoe is het nou toch mogelijk dat een politiek systeem zo'n dorpse achterlijkheid genereert. Kwaadaardige gewelddadigheid ook. Maar wat heeft de ontwikkeling van de atomen voor de geschiedenis betekend en ook voor de stappen op dit moment? Nou, niet bijster veel natuurlijk, omdat hij nooit. Hij is twee keer in vijandschap gebruikt, namelijk op 6 en 9 augustus 1945. En daarna nooit meer gebruikt, omdat eigenlijk iedereen langzaam tot de conclusie is gekomen dat Oppenheimer gelijk had en dat het eigenlijk een onbruikbaar wapen was in allerlei opzichten. Vooral als je ooit de foto's hebt gezien van Nagasaki en Hiroshima. Oh, ik moet even dat ding weer aan. Sorry. Uit het niets gaat het dan weer regenen, hè? Dit is ja. Kijk, nu is het ook weer droog. Nu kun je het doen. Sorry. Zo. Het is nooit gebruikt. En ik ben ervan overtuigd dat het ook... Dat nog wel eens even, ja, kijk, gekkigheid, dat als bijvoorbeeld het zou kunnen zijn dat nucleaire wapens in handen van terroristen vallen, dan is alles mogelijk in principe. Maar zolang dat niet zo is, zolang die zaken ook een beetje behoorlijk bewaakt worden, denk ik niet dat het ooit gebruikt zal worden. Want hoeveel atoombommen zijn er nu in de wereld? Nou, kijk, aan het eind van de Koude Oorlog, we hadden ze samen, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten 60.000 nucleaire wapens. Maar daar waren ook slagveldwapens bij. Ook zo'n volkomen krankjorm idee dat je over een afstand van enkele honderden meters een nucleair wapen zou gebruiken. Maar goed, zo was het. En wat we natuurlijk vaak vergeten is dat Frankrijk en Engeland en China en Israël ook nucleaire mogendheden zijn. En daar schuilt misschien al met al het grootste risico in Pakistan. Volstrekt instabiele staat. Weliswaar zal het leger daar, wat daar eigenlijk altijd zo'n beetje de baas is, hopelijk enig toezicht op houden. Maar het blijft natuurlijk toch een instabiele situatie. Ja, en Poetin die heeft nu die dreiging altijd mee. Hij heeft nu weer gezegd, we hebben ze weer naar Wit-Rusland. Het enige waar hij ons mee kan bedreigen, dat zijn die nucleaire wapens. Dus dan doet hij voortdurend. Ja, nu ook weer, hè? Hij had ze weer naar Wit-Rusland verplaatst. Ja, maar kinderachtig gedoe. Ja, joh. Ja, die man heeft natuurlijk, ik neem toch aan, ondertussen verschrikkelijke spijt van een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Waarvan ik toch denk dat het hem op den duur de kop zal kosten. Persoonlijk gezien, dus dat hij afgezet wordt of zo? Ja, ik kan me niet voorstellen. Gesteld dat hij niet binnen 10 jaar doodgaat, dan lijkt mij toch dat het... Maar goed, laat ik mij ten aanzien van de voorspellingen over Poetin, laat ik mij daarvan onthouden. Misschien kunnen we het nog even hebben over de slimste dan. Kunnen we het wel even over hebben. Maar ja, Rusland is toch een tragisch land. Je moet toch verschrikkelijke meelijden hebben met Rusland, dat altijd weer ontspoort. Waar kennelijk toch een soort van substraat van ellende en dictatoriale... gewelddadigheid leeft of aanwezig is. Hè? Dat vind ik ook altijd bij die mensen die dan iets weten van Rusland. Zijn zulke aardige mensen met hun leuke contacten. Leg me nou eens uit waarom het daar altijd weer fout gaat. Hè? Dat we eerst hebben dat gruwelijke bolsjewisme gehad natuurlijk. Dat is uiteindelijk van zichzelf. Is het door zijn eigen incompetentie in elkaar gestort. Toen was er een tijdelijk moment. Misschien een gebrekkige, maar toch een soort van moment van democratisch ontwaken. En God beter het, in no time hebben ze weer een politiestaat uit de grond getrokken met alle gevolgen van dien. Hoe komt dat?